We hebben verschrikkelijk veel aanscholvers. Is het vooral de kunst om je goed te laten voeden? Ik zal altijd aangezien worden als het zusje van Jan Smit. Alle zielige types die dachten, laten we die Rob van Huls maar schrijven. En dan zag je echt die haai wegzwemmen. Maar ik werd niet gevraagd voor filmen en televisie, zo eenvoudig is het. Welkom bij het gesprek uit de regio. We zijn vandaag in Hoorn. En vandaag praat ik met Frederik de Groot. En Frederik, we staan hier bij het Oud Museum hè? Van Hoorn, het Westfries Museum. Ja. Kom je daar wel eens? Nou, kom er wel eens. Ik heb daar gisteravond nog Scrooge mogen spelen als solotoneel. Ja. Van Charles Dickens. Een heel lang verhaal is dat. En dat heb ik bewerkt tot een verhaal voor één man. En dat heb ik gisteravond nog gespeeld met een fluitiste, Saskia van der Hal. En dat spelen we twee keer per dag, spelen we Scrooge. Het duurt 50 minuten. Maar dat leuke is dus midden in dat hele prachtige museum. Ja, heel leuk. Ja. Want Scrooge, die je in je eentje speelt, kan dat zomaar zonder al die andere belangrijke personages van de Christmas Carol? Wat ik aan het doen ben, ook gisteravond, is het verhaal vertellen vanuit de man zelf. De man zit als het ware in een nachtmerrie. En die nachtmerrie is dat hij zijn eigen leven een beetje om zeep geholpen heeft. En vreselijk gehaat is door de hele bevolking. Omdat hij dus een hele, zo'n woekeraar is, een gierige man. Wat heb jij met die personage van Scrooge? Niets. Behalve je eigen persoonlijkheid. Ja, iedereen. Dat is een goeie. Iedereen heeft dat. En ja, ik denk. Nee, ik dacht dat je dacht met geld bedoelde of zo. Nee, ik heb niet zoveel met geld. Dus dat is. Maar iedereen heeft daarvoor doen we het ook. Iedereen heeft de Scrooge in zich. In die zin dat we allemaal op een gegeven moment wel kunnen denken van. De strategie die we toepassen in ons leven om gelukkig te worden, laten we zeggen dat heel veel mensen dat toch een beetje willen, gelukkig worden, dat de strategie die wij toepassen op een gegeven moment niet toereikend is. En dat mensen op een gegeven moment op het idee kunnen komen om te zeggen van, hé, ik ga het eens anders aanpakken. En daar zou je kunnen zeggen, heeft iedereen de Scrooge in zich, dat je kan zeggen, zou ik eens niet op een andere manier kunnen gaan proberen om mezelf te vinden, om gelukkig te worden. En dat heeft iedereen in zich. En daarom, het is heel wonderlijk. Ik ben natuurlijk maanden mee bezig geweest met die tekst. En dan denk je, waarom is dat zo? Het is natuurlijk wereldberoemd. Het zit als het ware in de ziel van de mens. En dan is het dat aspect van je kan. He, die man staat als het ware 3 minuten voor zijn eigen grafschrift. Echt 2 seconden voor 12 in zijn leven. Wordt hij geconfronteerd met zijn eigen dood en denkt dan ineens Happy Christmas. En hij ziet het leven anders. En ik denk dat elk mens, jij, ik niet, ik heb het in ieder geval een paar keer meegemaakt in mijn leven, dat je op een gegeven moment kan zeggen, ik ga het anders doen. Ja. Nu is het genoeg. We hebben nu genoeg, steeds maar weer op dezelfde manier. Dat doen wij. Ik geef vrij veel trainingen voor het bedrijfsleven. Je hebt ook een boek geschreven, Leren acteren in 3 stappen. Ja. Ja, maar ook voor het bedrijfsleven merk je heel vaak, als ik eventjes doorheen mag. Daar zie je dus heel vaak dat mensen, bijvoorbeeld managers, waar ik wel eens mee werk en coach en praat en zo, dat ze vaak steeds met dezelfde strategie toepassen om hun doel te bereiken. In plaats dat ze op een gegeven moment zeggen, oké, we gaan het anders doen. En dat is het Scrooge effect. Ja, want strategie speelt een hele belangrijke rol. Ja. En jouw manier van acteren ook. Hè? Want ik had het net even over dat boekje. Ja. Je hebt het over leren acteren. Dat is een dun boekje. Hè? Ja, goed. Het is een boek. Ja. Nee, flauw. Acteren maar, in 3 stappen. In 3 stappen, ja. Inderdaad. En een van de belangrijke pijlers van jouw acteertheorie is wel de strategie van de personage. Ja, wat ik heel belangrijk vind is dat acteurs denken nog wel eens dat. En ik heb het ook jarenlang gedacht. Dat als je, maar het is net hetzelfde als in het echte leven. Dat als je een doel hebt, dat er dan iets gebeurt. En dat is niet zo. Je hebt een doel, bijvoorbeeld wat ik net al zei, gelukkig worden. Maar dat zegt nog helemaal niks. Maar het gaat erom wat iemand gaat doen, welke strategie iemand toepast, welke tactiek, strategie iemand toepast om zijn doel te bereiken. En op dat moment begint het acteren. En acteren komt van het woord handelen. Dus op dat moment gebeurt er pas wat. En je zou kunnen zeggen dat wij de hele dag met z'n allen in het dagelijks leven op deze aardkorst, maar ook als acteur in een rol, steeds maar andere strategieën, tactieken toepassen om ons doel te bereiken. En die strategieën, dat vind ik dus heel aardig, niet alleen van het boekje, maar ook van het leven, dat die strategieën, die zeggen dan iets over het karakter. Ja. Hoe vind jij het niveau van de gemiddelde acteur in Nederland? Als je het vergelijkt hè, met Amerikaanse acteurs of Engelse acteurs? Nou, ik ben wel een enorme bewonderaar van de Engelse acteur en de Amerikaanse acteur. En daarom heb ik het boekje ook geschreven.
Terwijl dat weer hele verschillende acteervormen zijn. Hè? De Engelse acteurs en de Amerikaanse acteurs gebruiken verschillende systemen in hun trainingen. Nou, heel kort gezegd zou je kunnen zeggen dat, als dat tenminste de bedoeling van de vraag is, dat in Engelse acteurs, Anthony Hopkins bijvoorbeeld, als die een script krijgt, zou je heel simpel gezegd kunnen zeggen dat die denkt, wat zou ik doen als ik, als ik in die situatie was. Terwijl Amerikaanse acteurs, dat noem je dan method acting, whatever, en dat is Marlon Brando, Al Pacino moet je, en Robert De Niro moet je daaraan denken. Die hebben de neiging, het is niet helemaal waar, maar die hebben de neiging om meer hun eigen emotionele, persoonlijke verleden, engagement, hun eigen emotionele bagage, om die erbij te slepen. Dat vond ik ook leuk om in jouw boek te lezen. Hun overleden moeder erbij en hun tante en hun de konijn dat ziek is en zo. Dus, het kan inderdaad zo zijn als je een rol speelt en je moet heel verdrietig zijn omdat iemand is overleden. Dat je kan terugdenken naar je kindtijd, dat toen je konijntje was overleden, dat je die emotie terughaalt. Nou, bijvoorbeeld de openingszin van Scrooge, dat is dat Marley, dat is zijn Marley is dood, zegt hij dan, Marley is dood. Die is dan 7 jaar geleden overleden. En ik merk altijd dat ik dan moet denken aan een stiefvader die ik had. Ja. Waar ik een bepaalde relatie mee had. En dat roept dan een bepaalde emotie op. En misschien werkt dat voor het acteren. Maar dat laat ik dan maar gisteravond en vanmiddag en morgenavond aan het publiek over. Want, maar dat zou je dan op dat moment method acting kunnen noemen. Ja. Ik denk, ik zie het beeld. Ik zie de man nog in zijn kist liggen. En op dat moment denk ik daar dus aan. En of dat nou, of het werkt, weet ik niet. Ik hoop het. Ik denk het wel, want in ieder geval in heel veel Amerikaanse films werkt dat hele systeem blijkbaar wel. Absoluut. Maar het even terugkomend op mijn vraag, van het verschil tussen het niveau van Nederlandse acteurs en de Amerikaanse acteurs, zie je daar een groot verschil tussen? Ik wel trouwens, maar... Ja, het antwoord is ja. Vandaar het boek, vandaar ook mijn passie om te coachen en les te geven. Ik ben mezelf constant aan het vernieuwen en aan het veranderen, omdat ik ontevreden was en ben met mijn eigen acteerprestaties. Maar ik moet er wel bij zeggen, het wordt de laatste jaren verbijsterend veel beter, vind ik. Ja. Dus wat dat betreft ben ik wel eens treurig dat ik denk, ik wou dat ik bij deze generatie hoorde. Maar je hebt het boekje, dus eigenlijk... Van Houten en dat soort, nee, onvoorstelbaar goed, vind ik dat. Ja. Je hebt het boek geschreven eigenlijk uit frustratie van je eigen acteerprestaties, die je niet goed genoeg vond. Laat ik het anders zeggen. Ik ben zo'n 12,5 jaar geleden ben ik met mijn vrouw begonnen. Uit onvrede met mezelf ben ik begonnen met huiskamertoneel. Living Productions zijn we begonnen letterlijk bij mensen thuis. Bijvoorbeeld hoe ze Afraid of Virginia Woolf te spelen. Stukken te spelen in een huiskamer. En dat lijkt dan heel veel op film acteren. Dus ik ben eigenlijk opgehouden, niet eigenlijk, ik ben opgehouden met op het grote toneel. Happy Christmas. Ja. En dat zijn we de huiskamer gaan doen. En dat is zo intiem en dat is zo klein dat je daar niet meer kunt verkeerd acteren, vind ik. Omdat de mensen naast je zitten. Maar waar was je dan zo ontevreden over? Zag je jezelf dan terug op het scherm en dacht je van, nou, hier ben ik niet geloofwaardig? Of waar was je ontevreden over? Dat is ook een wonderlijke vraag. Ik ben daar zelfs op dit moment een boek over aan het schrijven. Een psychologisch fenomeen. Dat gaat in maart komt dat uit. Dat heet, dus een hele wonderlijke titel, is De Vergeten Gelofte. Dat is een heel nieuw thema, waarbij ik denk bij mezelf ontdekt te hebben dat er een mechanisme bestaat in het onderbewustzijn waarop een kind op een gegeven moment, en dat zou ik dan zijn in dat geval, maar ik ben niet de enige denk ik, besluit om niet helemaal met deze wereld mee te doen. Die participeert niet helemaal. En zodra die dan echt wil gaan presteren, dus bijvoorbeeld onder druk, premières, opnames, dan heeft dat kind later, de puber, de volwassene, de neiging om onder te presteren. Dat is dan de underachiever. Dat wordt dan allemaal een beetje half, omdat hij aan zichzelf ooit beloofd heeft, dat is een heilige eed, om niet voor 100% te participeren, betrokken te zijn. En dat heeft iets te maken met die onvrede van, ik wil op een echtere method acting vanuit mijn ziel, vanuit mijn kern leren acteren. Omdat ik denk dat ik om die reden waar dat boekje over gaat, dat is een klein boekje. Dat heeft dus helemaal te maken met jouw persoonlijkheid ook? Ja, dat heeft te maken met mijn persoonlijkheid. Als jonge man zeg maar dacht van, ik wil helemaal niet tot de establishment behoren in die zin. Überhaupt nergens aan meedoen. Ja. Nee, maar dan praat je echt over, dat is als een heel klein kind, hè? Dat is ook een theorie. Ik denk dat echte psychologen
En de psychiater zich dus misschien helemaal te pletter lachen. Denk het niet, maar het is iets nieuws. Mm-hmm. En dat heb ik nu net af. En dat gaat over het fenomeen van het kind wat ooit besluit, om wat voor reden dan ook, daar wil ik het even niet over hebben. Ik doe niet echt helemaal 100%. En dat merk je, aan de buitenkant is dat niet te zien. Want het kind dat groeit op, is allemaal normaal. Totdat het kind, de sporter, de kunstenaar, of de vader, de gezinshoofd of wat dan ook, wil 100% mee wil doen. Hè? Echt meedoen. En dan breekt er iets. Want die gelofte, dat mechanisme, vertelt hem niet doen. Maar vanaf welke leeftijd begon jij dan weer een beetje mee te doen? Dat je dacht van nou, ik kan niet een Einzelganger blijven. Het kind weet dat niet. Dus het kind gaat, dat is mijn theorie, het kind... In jouw geval, hè? Want, mijn geval. Nou, je hebt het over het kind, maar... Het kind, mijn kind heeft nooit echt meer, nooit echt meer meegedaan. En daar zit het conflict. Alleen aan de buitenkant is dat niet te merken. Je zegt mijn kind, maar je bedoelt jezelf. Mijn kind, dat ben ik dan. Ja. Mijn kind, ja. Het kind in mij, dus, die heeft dus nooit meer meegedaan. En aan de buitenkant is dat niet te merken. Maar bijvoorbeeld in acteerland... Dat klinkt heel triest. Dat klinkt alsof je met een pijn worstelt in je leven. Nou, het is wel heel verwarrend. Want op het moment dat je dan wil gaan presteren, dat je voor 100% wel mee wil doen, komt er een signaal van binnen. Net als in de computer komt er een signaal, niet doen. Dat moet je niet doen, want dat was de afspraak niet. Ja. Je hebt een afspraak met jezelf gemaakt, vroeger, onbewust. Ja. Ja, dat weet je dus niet. Vandaar dat ik het... Ja, dat klopt. Dat is helemaal goed. Dus onbewust, dat weet je niet meer. Vandaar dat het boek heet De Vergeten Gelofte. Hij is vergeten, hij is weg. Maar zou je niet willen dat je die belofte nooit had gemaakt? Ja, alleen dat weet je niet. Er is een reden. Er is een verdedigingsmechanisme. Dus ik heb dat ooit besloten om mezelf te beschermen. Toen had het dus zin. En anders was je nooit acteur geworden waarschijnlijk. Die begrijp ik niet. Nou ja, in die zin dat je eigen weg bent gaan volgen. Want om acteur te worden moet je wel heel stevig in je schoenen staan. Ja, dat vond ik dus dat ik dat te weinig stond. Je zeker sowieso al tegen het establishment in. Ja. Want welke ouders vinden het nou leuk dat hun zoon acteur wil worden? Nou, mijn moeder in dit geval wel. Dus dat is dan weer de uitzondering. Want die was een hele goede amatrice. Ja. Dus in die zin bedoel ik dat. Ja. Dat misschien de reden dan kan zijn dat je misschien eerder acteur bent geworden dan als je die belofte zeg maar niet had gemaakt vroeger. Ja, maar dat concludeer ik zelf een beetje. Een beetje amateurpsychologie. Dat doe ik ook. Dus wat dat betreft... Nee, maar je zou al kunnen zeggen dat acteren al een vlucht op zich is uit de werkelijkheid. Alleen als je dan weer hele goede rollen wil gaan spelen, dan zal je weer heel erg betrokken moeten voelen met de emoties waar we het net over hadden. Method acting, met de rol, met een Scrooge. Om hem volledig waar te kunnen maken. En ik vond dat het daar een beetje aan ontbrak. Maar dat is hem. Speel je nou ook wel scènes en films? Dat je een scène moet spelen met een acteur die eigenlijk niet zo goed is. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Als je zelf weet van nou, ik zit helemaal lekker in mijn rol. Ja. Maar mijn tegenspeler heeft eigenlijk niet de ervaring of de knowledge om het goed te doen. Gebeurt dat wel eens? Ja. Ja, dat is wel eens gebeurd. Maar een collega is een collega. En je probeert altijd vanuit het moment dat zo goed mogelijk te doen. En misschien dat je later op beeld wel eens zegt van, goh, ik vond jou wat minder of zo. Maar, nee, maar op het moment zelf. Ja, je kan dus een geloofwaardige scène spelen, zelfs als je tegenspeler niet helemaal goed in de komt. Het komt zelfs in filmland wel eens voor dat de acteur, de tegenspeler in dit geval, niet eens aanwezig is. Ja. Jij kan zo duur zijn als acteur, als je met jou een scène mag spelen, dat jij op dat moment dat ik mijn monoloog heb, dat jij iets anders aan het doen bent. Kijk, de kaarsjes gaan aan zo meteen. Ja, het is kerst. Ja. Je hebt in zoveel televisieseries gespeeld. Hè? Ik heb gisteren nog even nagekeken. Het zijn echt tientallen tv-series. Nou, er zijn er inderdaad 4, 5, 6, die 7, die heel erg, dat is opvallend, succesvol. Welke vind je de leukste? Welke is jou het meest bijgebleven? Nou, De Fabriek was wel heel bijzonder, omdat dat toch een doorbraak was voor dat soort televisie in Nederland. Joop van den Ende, een van zijn eerste allergrote series. En wat ik me er heel erg aan herinner, is dat ik een heel rare figuur speelde, Jan van Gorkum. En dat ze toen eigenlijk zeiden, je moet iets anders spelen. Toen zei ik meteen, ik wil graag die rol spelen, want dat is een heel uitzonderlijk figuur en daar heeft iedereen het over. En Unit 13 vond ik ontzettend leuk. En het is een heel veel succesvolle, daar ben ik ook heel trots op. En
Vandaar dat ik ook heel trots ben dat ik met mijn vrouw Marja ooit een keer met dat huiskamertoneel ben begonnen. Want dat is precies de tegenovergestelde kant. Terwijl dat huiskamertoneel heel erg lijkt op film en televisie. Dat is het wonderlijke daarvan. Ik vind het ook heel grappig dat je eigenlijk ook behoorlijk bekend bent geworden in Canada. Omdat je daar een aantal sportjes van ING voortdurend komen opdraven. Ja, niet opdraven, een aantal. Je bent echt een wonderlijke man. Het boekje dat zit me nu al nog steeds dwars. Nee, ik ben nu al 12 jaar... Ja. Het gezicht van ING Direct, dat is het Engelse, het Amerikaanse, het Canadese gedeelte van het ING-verhaal, ING Direct, ben ik het gezicht van de ING, ING Direct in Canada. Echt, dus mensen vallen daar in Canada, in Toronto, vallen om hoor, ze me zien. Ja, zo. Ja, dat is indrukwekkend, dat voor een Nederlandse acteur zeker. Het is een grapje, maar het zijn, ik doe dat al heel veel jaren en in het Frans ook nog, zo. Quebec. C'est votre intérêt qui compte. Dat betekent het is uw belang dat telt. En de grote slogan daar in Canada is save your money. Call 1-800 ING Direct. Save your money. Dat is de... Even reclame gemaakt. Nou, dat weet ik niet. Nee, het is geen reclame, want niemand kunnen we in Nederland niet bellen. ING Direct. Maar Frederik, we moeten een eind maken aan ons gesprek. Ja. Onze 15 minuten zitten erop. Ik wou nog even weten wanneer... Het was erg leuk met je te praten. Ik vond het ook een leuk gesprek. En ik heb niet laten merken, minder of goede tegenspeler, toch? Of wel? Nee. Het liep allemaal... Okay. Ik wou graag weten wanneer mensen jou op het podium hier kunnen zien van Scrooge. Ja. Nou, dat is elke middag. Van half twee beginnen we en half vier. Ja, twee keer per dag. Wat ik ook nog even wil weten is, wat is jouw levensmotto eigenlijk? Mijn levensmotto is op dit moment het levensmotto van Scrooge. En dat is A, gelukkig kerstfeest. En ook, het is nooit te laat. Voor wat dan ook. Wat ga je vandaag nog meer doen trouwens? Ik ga nu even een kluwijn drinken en dan ga ik straks weer beginnen met Scrooge. Hartstikke leuk. Nou, hartstikke bedankt. Jij bedankt. En veel succes verder. Dankjewel.